Ja, goed. Hou maar. Ik heb nog aanwijzingen, hoor. Hoor je dat? Ja. Je merkt natuurlijk heel goed wat je vrijheid waard is. Hè? Dat mensen verplicht thuis moeten zitten. Niet gaan en staan waar ze willen. Ja, nu ervaar je aan de lijve wat het is om niet je vrijheid te hebben. Beetje scherper. Omdat we dus een doel hebben, omdat die bomen aangekleed gaan worden. En omdat we toch een feestelijk tintje eraan willen geven. Ondanks in deze tijd. Behorigheid met elkaar, dat is heel fijn. Ja, je bent met iets gezamenlijks bezig en je ziet het resultaat straks in het dorp.